Met een daarvoor speciaal gebouwde spoorwagon op 32 wielen kwam kort geleden in het plaatsje Linnenherten bij Roermond een transformator van 84.000 kilo aan, bestemd voor de provinciale Limburgse elektriciteitsmaatschappij. Het gevaarte moest nog over een afstand van 7 kilometer over de weg worden vervoerd. Het overladen alleen op de aanhangwagen, die hiervoor ook al apart gebouwd moest worden, duurde meer dan 2 dagen. Toen men daarin geslaagd was, kon het verdere transport beginnen. Ook dat viel nog niet mee, doordat de wegen met een ijslaag bedekt waren, maar tenslotte bereikte men zonder ongelukken de plaats van bestemming. Een prachtige prestatie.